Papa Alpha 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 3 november 2015, dit is het bulletin van dinsdag. Ja, ik moet langzaam praten, maar dat is een beetje lastig, want ik zit alweer in tijdnood. Het wordt weer een enigszins geïmproviseerde uitzending met alle versprekingen die ik maak gewoon erin. Gebruik de digitale mode vandaag is Contestia. Het is een herhaling, maar wel met een andere tekst van eergisteren. Met 125 bandbreedte, 2 tonen, precies hetzelfde. 8 synchronisatie en FEC4, inclusief start-stoptonen. Frequentie is 340 Hz, dus net als eergisteren. Maar ik gebruik een iets andere filtering, dus mogelijk gaat het nu wel goed. Ik hoop dat ik de uitzending op tijd klaar heb trouwens. Nee, we gaan niet voor klikbaan spelen. We noemen geen roepnamen en we draaien ook geen opnames. Maar ik weet wie er vandaag allemaal stout waren. Behalve andere websites die hun berichtgeving aanpasten, kwam vandaag ook agentschap telecom.nl met een verduidelijking over 60 meter. Nederlandse amateurs mogen dus nog niet op 5 megahertz zenden. Naar verwachting is het binnen 2 weken wel zover. Degenen die dus jubelden over een first, ja, ook die zijn nog niet geldig helaas. Het was druk op de band vandaag. Gisteren niet gemeld, maar de wijziging van het Nationaal Frequentieplan is niet allemaal vreugde. De 13 centimeter band moeten we binnenkort delen met drones van defensie en politiediensten, wat vooral voor ATV-gebruikers erg vervelend is. Gisteravond werd trouwens Pardoes in Hart van Nederland van begin van de avond het item over het verloren gaan van het clubhonk van PI4 UTR toch nog uitgezonden. De afdeling Utrecht moet na 40 jaar het veld ruimen vanwege een nieuw recreatiepark, maar er is nog geen bestemming bedacht voor de ruimte die ze vrijmaken, ook Kafka. En mogelijk blijft die ruimte dus de komende jaar gewoon leeg staan. Helemaal nog niet gemeld trouwens, maar afgelopen zaterdag was er ineens een draaggolf op PI2 NOS, niet al te lang na de Daily Minutes. Op de achtergrond was enige muziek te horen, maar voor de rest bleef het verder stil. Veel mensen veronderstelden dat het expres was, maar het was een niet nader te noemen amateur die volgens mij wel goed bekend stond, dus waarvan je dat niet zou verwachten. En net als eerder al een keer gebeurde bij een amateur uit Zuid-Holland, was simpelweg de microfoon bekneld geraakt. Hooguit 10 minuten voordat het interventieteam van PI2 NOS bij hem zou aanbellen, kwam de betreffende amateur er zelf achter dat het toch wel erg stil bleef bij hem op de repeater. Gelukkig maakte hij zelf bekend dat hij het geweest was en daarmee was de kous dus af. Je kunt overigens eenvoudig voorkomen dat je zelf een keer het sukkeltje bent waar iedereen de rest van het weekend op moet lachen. De meeste moderne sets hebben een spreektijdbegrenzer, vaak aangeduid met TOT, time-out timer. Als je die op 3 of 5 minuten zet, voorkom je niet alleen overlast bij je mede-amateurs, maar ook een potentieel vrij kostbare reparatie voor een nieuwe eindtrap. Ik wil trouwens steeds interferentieteam zeggen in plaats van interventieteam. Ik weet niet zeker of dat nou iets heel anders is of juist precies hetzelfde. Behalve Aurora waren er de afgelopen dagen ook uitstekende tropocondities. In een Twitterpost van Golf 7 Kilo Victor Echo uit Engeland werd ook ondergetekende nog genoemd. Stations uit het midden van Engeland kwamen ruisvrij over de repeaters, hoewel de signalen niet super stabiel waren. Ian Golf 7 Hotel Foxtrot Sierra uit Eastbourne bij Brighton, die altijd al redelijk over de repeater komt, hoorde ik gisteren zelfs met een porto en een rubber duckie over de repeater werken. Nou, er zat wel wat QSP op. Mark Meltzer, een van de amateurs die ik eerder al noemde, over zijn QSO's hangend aan een parachute, had een optimistische sket met een paar Japanse amateurs op 28-425, maar die verbinding ging niet door vanwege slechte condities. Toen dit dus niet lukte, schakelde hij over naar D-Star en werkte via die mode en het netwerk met zijn IC-91 AD toch de gewenste stations in Japan. Zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.